Het werd meerdere keren uitgesteld, maar de openstelling van de nieuwe rotonde bij de Noordieweg is nu echt een feit. In eerste instantie zou de rotonde in 2016 opengaan, maar de zachte ondergrond en een CO2-leiding voor de tuinbouw hebben ervoor gezorgd dat het werk moest worden uitgesteld. Daarna is de openstelling nog een paar keer opgeschoven, onder meer vanwege niet geleverde materialen. Het afgelopen weekend ging de N223 dan eindelijk helemaal dicht om de bestaande wegen aan te sluiten op de rotonde. Het werk ging dag en nacht door. De laatste werkzaamheden worden nu uitgevoerd aan de parallelweg en het fietspad. Die werkzaamheden duren tot eind april.